Dames en heren, jongens en meisjes, like deze video binnen 3 seconden als je geen normale baas bent, maar wel een opperbaas. Wij gaan de laatste verdieping afmaken. Wat hebben wij nog nodig? Wij hebben hier een dropper nodig, namelijk de human dropper. En wij hebben hier een dropper nodig, namelijk de final human dropper. En dat betekent dat wij officieel de tweede verdieping van ons mooie... Ja, hoe noem je dit? Noem je dit een appartementencomplex? Noem je dit een bedrijf? Noem je dit een... I don't know, like de video. Als jij het vet zou vinden om in het echte leven ooit een bezoekje te brengen aan dit gebouw. Dit is waarschijnlijk de allerlaatste aflevering van Magic Tycoon. Want wat gaan wij namelijk doen? Hey, jij moet mij echt even met rust laten, jongen. Ik word helemaal gek van jou. De hele tijd kom je hier langs. Wij gaan de hyperbike kopen. Touch to spawn rainbow hyperbike. No way. No way. Oh my gosh. Hé, luister, hij valt mij al de hele tijd lastig. Jij bent nu echt de... Wat gebeurt er met mijn beeldscherm? Laten we gewoon zoveel mogelijk kopen. De Hyperbike 2. Daar kunnen 2 mensen tegelijkertijd op. De lichten en de force field. Die wou ik nog heel erg graag kopen. Ik weet niet wat het was. En wat hebben we hier? Hier hebben we nog een extra huisdier. En hier hebben we nog een extra huis. Jongen, ik word helemaal gek van jou. Ik ga jou nu echt... Wat is dit voor gozer? De hele tijd komt hij bij mij langs. Ook al toen ik de opname aan het klaarzetten was. En hij blijft mij gewoon lastigvallen. Come on. Ik heb in ieder geval een hoop nieuwe dingen erbij gekregen. Ik moet enkel en alleen even kijken wat het precies allemaal inhoudt. Ik heb in ieder geval een zwaard bij de hand. Dus mocht ik weer lastiggevallen worden... Kijk, daar is die hoor, jongens. Ja, nu ben jij echt de pineut. Ben je echt serieus? Ben je echt serieus? Hoe dan? Pakt hij mijn wapens of zo? Is dat wat hij doet? Is het dat hij mijn freaking... Wapensprak? I don't know, maar hij is sterk en hij valt me lastig en ik vind het niet meer leuk. Ik wil gewoon even rustig kijken wat ik allemaal heb. Hij gaat me weer lastigvallen. Hij gaat me gewoon weer lastigvallen. Oh my gosh, een Robux trial. Oh, jongens, check dit. Hey, kan ik hem teamen? Hij vraagt of hij bij mijn team mag. Hij mag op zichzelf bij mijn team aansluiten. Zou alleen maar handig zijn. Wat is dit eigenlijk? Ah, wacht. Ik snap het al. Ik snap het al. Kijk, nu heb ik mijn dak afgesloten. En als ik dan nu naar beneden ga en ik doe ook mijn owners door dicht... dan is er dus voor de mensen die momenteel hier bij mij zijn... is er geen mogelijkheid meer om me lastig te vallen. Dus kijk, als ik gewoon heel snel ben... waarschijnlijk ga ik weer ingemaakt worden. Dat gevoel heb ik dan tenminste. Want deze guy is... Oké, kijk, hij heeft me niet door, Snel, 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 snel. Yes, ik heb hem! Oké, nice. En nu is er nog 1 als het goed is. Ik weet niet waar die is. Dat is die gozer die net aan mij vroeg of hij in mijn team mocht. Sorry, ik weet dat hij aardig is. Maar we zullen hem toch even moeten verwijderen uit mijn groepje. Het laatste wat we trouwens nog moeten kopen, dat is de horse. En we zijn klaar. We did it! Yes, wij hebben officieel Magic Tycoon uitgespeeld. Op een aantal kleine dingetjes na. Want als jullie namelijk rechts midden in beeld kijken, zie je dat er nog een hele hoop voertuigen zijn die je kunt kopen. Maar eerst wil ik sowieso even dit proberen. Want kijk dan jongens, oh my gosh. Ik heb zojuist iets gepakt en ik wil dit echt heel erg graag uitproberen. We hebben in ieder geval een Robux trial. Dus waar we ook naartoe lopen... Hey, sorry man bro, ik ga jou echt even weg moeten halen hier. Het spijt me, maar je hebt niet aangebeld. Je hebt ook niet... aangeklopt. Je was er gewoon ineens. Dat is zo raar, weet je. Want dan ben ik de opname aan het klaarzetten. En ja, dan ben ik dus niet helemaal oplettend. Want dan ben ik niet in het spel. Dan heb ik zeg maar het spel wel aan. Maar ik ben er niet per se naar aan het kijken. En dan kom ik terug. En dan zie ik ineens dat er superveel mensen in mijn huis zitten. Weet je hoe creepy dat is? Oké, we gaan heel snel weg, jongens. Let's go. Wacht. Ja, nice. Oh, yes. Oh yes, we got it bro. Oké, wacht, misschien dat we ons hier zelf mee uit de map kunnen glitchen. Soms kan dat namelijk. Als je geluk hebt, of ja geluk. Het is net wat je geluk noemt natuurlijk. Maar soms krijg je het voor elkaar om jezelf uit de map te glitchen. En dat kan nog best wel grappig zijn. En dat doe... Oh my gosh. Oh my gosh jongens. Oh het lukt, het lukt, het lukt. Ik zweef letterlijk in de lucht met deze hyperbike. Ik ben nu op een punt waar niemand mij iets kan doen, hè. Oh, ja, ik ben weer terug. Ik was op een punt waar niemand mij iets kon doen. Oké, laten we nog 1... Ja, wat zul ik doen? Ik ben aan het twijfelen. Ik heb natuurlijk op zich al best wel een goed wapen. Hé! Hey! Wat? Hij glitchte naar binnen. Hij is naar binnen geglitcht. Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Ja, jou heb ik. En nu degene die naar binnen is geglitcht. Ja, daar ben jij, vriend. Nee, blijf van mijn wapens af. Blijf van mijn wapens af. Oh my gosh, ik heb hem te pakken genomen. Ja, sorry, maar jij moet ook even weg, man. Ik wil gewoon even niemand bij mijn huis hebben. Ga weg.
Oh, hij komt ook gewoon weer terug. Nee, wat zei ik nou? Weg. Oh. Wacht jij maar even. Kom jij maar even hier. Oh. Ik weet niet wat er nou zojuist gebeurt. Ik heb wel 5 pijlen in mijn lichaam zitten. Dus of dat fijn is, dat weet ik niet. Kijk, die man met die ballonnen op zijn rug. Die heeft mij nu misschien al wel 40 keer ingemaakt. En hij heeft niet door dat ik achter hem loop. Let op. Yes! Eindelijk! Het was als een meisje. Het was geen eens een man. Hij zit weer in mijn huis, hè. Wat? Ik ben veranderd in een cadeautje? Ja, het spijt me, jongeman. Maar ik ga je echt even moeten inmaken. Kom jij maar even hier. Nee. Het spijt me echt, maar je bent echt hartstikke vervelend. Ik weet niet, ook heb je nog steeds niet ingemaakt. Jij bent super sterk, man, bro. Zo, nu heb ik je ingemaakt. Wat zijn die cadeautjes? Zit daar iets in? Hè? Er vallen gewoon random cadeautjes wanneer ik iemand inmaak. Ik weet niet of dat nieuw is of zo. Ah, dat heeft natuurlijk te maken met die kerstboom waarmee ik sla. Ik snap het al. Oké, weet je wat? Weet je wat ik wil proberen? Ik wil deze een keer proberen. Die aura. Ik ben toch echt benieuwd of mensen mij nu inderdaad niet kunnen aanvallen. En dan trek ik ook nog eens dit epische ding aan. Gaan we eens even kijken of we nu inderdaad onsterfelijk zijn. Ze zitten ook allemaal bij mijn huis, hè, jongens. Ze laten me gewoon niet met rust. Wat erg. Kijk, let op. Kunnen ze me nu aanvallen? Oh, ze worden automatisch gekilled door dat ding. Dat, kijk, let op. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh my gosh. Ze worden automatisch ingemaakt. Dit is zo ongelofelijk flex. Het zou trouwens wel leuk zijn als je bijvoorbeeld nu een tweede, hoe noem je dat? Een tweede basis zou kunnen openen. Dat je je eerste basis bijvoorbeeld hebt afgemaakt. En dat je dan de keuze maakt om bijvoorbeeld ook nog een vuurbasis te openen. Dat zou nice zijn. Dan heb ik namelijk een natuurbasis, een vuurbasis en misschien uiteindelijk ook wel een bliksem of een waterbasis. Dat zou echt heel erg nice zijn. In ieder geval, kan ik deze bijvoorbeeld nu claimen? Nee, dat kan helaas niet. Oké, dat is jammer. In ieder geval, ik heb geen cloud, maar ik kan wel... Not kill me. Spijt me. Maar oké, weet je, ik doe het niet. Ik ga jou killen. Kom hier! Oh my gosh, ik ben zelf in stukjes gehakt. Dit is zo raar. Ik moet zeggen, ik vind het wel heel erg gaaf dat ik het officieel heb afgerond. Een spaceship. Ja, wat heb je eigenlijk allemaal? Een boombox? Meet Dennis? En bij Game Passes dan bijvoorbeeld. Wat heb je hier allemaal? Een fun pack. Ik wou natuurlijk de lasergun heel erg graag proberen. Ja. Ik zei dat aan het einde van de vorige aflevering nog. Want een lasergun is geloof ik in Call of Duty. Is dat altijd echt het meest zeldzame, maar vooral het meest sterke wapen. Dus wat nou als we die hier in Roblox kopen? Het is wel een heel ander spel natuurlijk, Call of Duty. But we can try. Let's go. Huh. Oeh jongens. Oké, daar gaan we. Snel. Oké, 3. 2. 1. Oh, hey, het doet amper damage. Oh my god. Zagen jullie dat? Ik raakte haar op zo'n afstandje met mijn lasergun. En er ging nog ineens 1/10 van haar leven af. En ik ben hem nu ook nog eens kwijt. Jongens. Wie doet dit mij nou aan? Wat moet ik doen? Ik heb best wel veel geld. Maar ik kan geloof ik niks meer kopen. Of wel? Wacht eens even. Misschien dat ik op het dak nog iets kan ontgrendelen. Dat zou best wel kunnen. Die admin comments trouwens, wat jullie heel groot in beeld zien staan. Als je dat koopt, heb ik helaas het geld niet voor. Maar dan heb je letterlijk de machtiging, voor zover ik weet, om mensen de server uit te kicken. Is dat niet vreemd? Dat je gewoon Robux kunt betalen om iemand dan continu lastig te vallen? Want daar komt het op neer. Stel je nou eens voor dat jij samen met een vriend speelt en jij betaalt Robux en die vriend niet. En jij koopt admin commands en jouw vriend niet en je kickt hem de hele tijd uit de server. Dat is best wel flauw. Dat is best wel heel erg flauw, to be honest. Maar het zou kunnen als je dat wilt. Oké, ik doe dit nu open. Zo. Ik pak mijn wolk erbij. En ik ga eens even kijken. Wie wil ik inmaken? Ik kan bij iemand inbreken, denk ik. Kan dat? Ja. Oké, nice. Snel. Ik heb een hele enge lasergun bij me. Is er iemand? Dit zijn de wapens. Hey, come on. Waarom moet je me nou inmaken? Ik was even rustig aan het kijken bij de wapens van anderen. Hoe duur is eigenlijk Infinite Cash? Kun je dat kopen? Ja, hè? Infinite Cash. Dat kan. En hoe duur is dat? 3.500 Robux. Je bent helemaal gestoord. Nee, dat gaan we dus mooi niet doen. Nee, ik denk ook eerlijk gezegd dat ik wel zo'n beetje klaar ben. Ik heb alles denk ik wel gedaan. Ik heb alleen deze nog niet gebruikt. De Vine Staff. Wat? Bro. Dus je bent gewoon letterlijk... Ik kan er ook gewoon zelf niet meer uit. Ik heb mezelf gewoon opgesloten met mijn natuurkrachten. Besef dat, jongens. Hoe sick is dat?
Stel je voor dat je in het echte leven rondjes begint te draaien en in één keer staat er een boom om je heen. Maar ik wil dat uittesten bij iemand die mij sowieso gaat proberen. Maar kan ik het ook bij hem doen? Misschien dat ik dan samen met hem vastzit. Oh. Hij zit op de kop vast. Oh my gosh. Oh, oh, come on. Weet je, ik ben er klaar mee. Nee, we geven niet op. Wij zijn Team Dutchtuber. Wij geven niet op. Nee, wij gaan hem inmaken. We gaan hem laten zien wie de baas is, vriend. Hopsakee, we pakken het zwaard erbij. We pakken de cloud erbij. En we pakken een mooie... Nee, we gaan voor dino pakkie. Ik ben op een wolk vliegende met zwaard dragende dinosaurier zometeen. Gaaf toch, joh? Leuke combinatie van verschillende aspecten in het leven. Een dinosaurier op een wolk met een zwaard. Oké, dan gaan we, jongens. Let's go. Oké, waar is die? Waar is die? Is hij ergens? Hij is bij mij, denk ik. Wat? Wat is dat? Oh my gosh. Ben jij me nou aan het aanvallen? Kom jij eens even hier? Oh, weet je wat, jongens? Robux Dennis heet hij. Oh, dat is wel een gaaf naam. Ik ben er klaar mee. Ik heb het uitgespeeld. Ik ben hartstikke tevreden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Heb jij de vorige aflevering niet gezien? Dan kun je gewoon even abonneren op mijn YouTube kanaal. Op mijn kanaal checken wat de vorige afleveringen waren. Heel veel leuke dingen meegemaakt. Maar eindelijk, of ja, eindelijk. Ik ga gewoon snel weer met een nieuwe tycoon beginnen natuurlijk. Maar met deze ben ik nu klaar. Tot de volgende keer. En ik zeg adios.